Er zijn nu nog niet heel veel aanmeldingen, maar vrij recent heeft zich wel iemand aangemeld, een ZZP'er die zijn hele inkomen in één keer weg zag vallen, lang heeft moeten wachten op een uitslag van de TOZO-uitkering, waardoor hij dus gewoon 9 weken zonder inkomen heeft gezeten. Hij had al wat financiële problemen, maar die waren behapbaar. Maar door deze situatie en het feit dat je 9 weken zonder inkomen zit, ja, heeft de situatie bij hem veel verergerd. Nou zegt u van ja, je kan je niet digitaal aanmelden voor dit traject normaal gesproken bij de gemeente Rotterdam. Zou dat moeten veranderen? Ja, zeker. Het is op dit moment zo dat als je schuldhulpverlening, als je daar een aanvraag wil doen, dat je gewoon nog een papieren formulier moet invullen en een papieren dossier aan moet leveren. Onze vrijwilligers werken heel veel met Excel bijvoorbeeld als het gaat om een schuldenoverzicht en het is heel gek dat het allemaal fysiek ingeleverd moet worden en dat de gemeente het vervolgens ook weer in een programma gaat zetten. Dus het zou heel prettig zijn als in ieder geval de aanvraag al digitaal gedaan kan worden, zeker in deze periode. En zeker omdat we nog niet weten wanneer we wel weer echt op een normale manier met elkaar om kunnen gaan en gewoon afspraken kunnen hebben.